De storm die gisteren over ons land raasde, heeft in het hele land voor veel schade gezorgd. Zowel het wegennet als de spoorwegen hebben aanzienlijk te lijden gehad. Is er geen treinverkeer mogelijk van of naar Utrecht? Het is nog onbekend hoe lang deze situatie gaat duren. In Vught werd de ravage door het noodweer vandaag pas echt goed zichtbaar. Het hele dorp ligt bezaaid met omgewaaide bomen. Op een aantal plaatsen zijn ook bomen op huizen gevallen. Ook veel auto's en bussen raakten zwaar beschadigd. Heel Nederland is hard getroffen door het noodweer van gisteravond. Straten en binnenwegen zijn door het hele land bezaaid met afgebroken en ontwortelde bomen en geknakte straatverlichting. Ook is er op veel plaatsen sprake van ondergelopen wegdelen. Doordat het KNMI tijdig was begonnen met het waarschuwen middels een weeralarm, zijn er vrijwel geen slachtoffers gevallen. Wel ligt het hele land min of meer stil. Nog los van de problemen die met de infrastructuur heersen, blijken heel veel Nederlanders niet naar het werk te gaan vanwege de opruimwerkzaamheden in hun persoonlijke leefomgeving. En wie zich wel richting werk begeeft, wacht in veel gevallen op het werk een soortgelijke ravage als thuis en een moeizame reis ernaartoe. Deze kassen bijvoorbeeld, ter grootte van 1,4 hectare, werden door de storm compleet verwoest. Ja, en toen hoorden we een knal en toen gingen we naar de kamer, toen rolde ik de gaten erin en de ruiten eruit. En toen, ja, toen gingen we voor de keukenraam staan en toen ja, was het naar de wereld ging. Even gewacht en toen naar buiten gegaan en toen zagen we dat we heel ons bedrijf onder de Filistijnen was. Oh, het water komt naar binnen. Kijk nou, bij de voordeur. Handdoeken pakken dus. Het is nog te vroeg om een goed beeld van de totale schade te kunnen geven. Meer daarover in een volgende nieuwsuitzending.